In het vorige deel van de tutorial hebben we de beginhoek, de lange halve zijtegeltjes en de hele tegeltjes aan elkaar gezet. En in dit deel van de tutorial gaan we de halve korte zijde tegeltjes en de hele tegeltjes aan elkaar zetten. Dus we gaan eigenlijk beginnen aan de derde rij. De eerste twee zaten al in één sessie aan elkaar. Dus denk nou niet, ik heb wat gemist. We gaan beginnen aan de derde rij. Ik heb netjes al de benodigde deeltjes klaargelegd. Hiervoor hebben we nodig 2 korte zijtegeltjes. En zoveel hele tegeltjes als dat je nodig hebt voor de lengte. We pakken weer de werkdraad en zetten die op de naald. Ik zal even een beetje inzoomen, zodat we goed kunnen zien wat we gaan doen. We beginnen weer rechts en we steken in. In de gehaakte lus van de hele tegel. Dan pakken we onze halve tegel met de rechterzijde aan de rechterkant. En als we dan even dichterbij kijken, dan zie je dat we hier 6 stokjes hebben en hier nog een eindstokje. In dat eindstokje gaan we in de achterste lus ook insteken. Dus we hebben de draad op de naald, we hebben in de gehaakte lus van de hele tegel ingestoken en we gaan nu in de achterste lus van het laatste stokje van de halve tegel insteken. Even tussen alle draadjes door. En dan pakken we de werkdraad en die halen we door alle zaken die op de naald staan. Zo. Dus even gefrut met al die draadjes, maar dat is nu alweer achter de rug. En nu gaan we weer met 11 steken de ene zijde en de andere zijde aan elkaar zetten. Zoek weer het derde stokje op. Steek in de achterste lus in. En in de achterste lus van hier het zesde stokje. Pak je werkdraad weer. En haal die door alle lussen op de naald. Nou. Dat was 1. Zo gaan we verder tot aan de helft van de hele tegel. Dat zullen, als het goed is, weer 11 steken zijn. Nou, dit principe heb je, als het goed is, ondertussen wel in de vingers. Als je een keertje niet uitkomt, je mag best smokkelen hoor. Niemand die dat later terugziet. Dan zijn we weer uitgekomen bij de 2 stokjes in het midden. Steken we weer in het eerste stokje in de achterste lus. We steken in de gehaakte lus van het halve tegeltje. En haken de tegeltjes zo aan elkaar. Nou, dat is al goed gelukt. Gaan we snel verder met de volgende hele tegel eraan bevestigen.
We steken in de tweede steek, wat de eerste steek is van de tweede helft van het tegeltje. En dan steken we in de lus van het nieuwe aan te hechten tegeltje. En zetten zo de boel weer aan elkaar. En dan gaan we weer 11 steken verder. Hier weer de achterste lus van dat stokje. Zes. Negen. Tien. En 11. En dan zijn we weer precies bij het midden. Nu gaan we in het lusje, daar hebben we al een keer eerder ingestoken, maar dat was aan de andere kant, steken we weer in de eindlus van deze onderliggende tegel. En we steken in de achterste lus van het eerste van de twee stokjes en halen de draad door alle zaken op de naald. Vervolgens steken we in de eindlus van de volgende tegel. We steken in het tweede stokje van de twee, wat weer de eerste is van de tweede helft. Pakken de draad en halen die door alles op de naald. En vervolgens gaan we weer 11 steken naar boven haken. Let goed op dat je het goede stokje pakt. Dit zijn er 3. Deze steek wil nog wel eens overgeslagen worden, dus pas goed op dat je de eerste pakt in de achterste lus. En dan gewoon weer in de volgende tegenoverliggende steek. Alle lussen op de naald. En zo gaan we weer 11 steken verder haken. En de laatste. Zijn we weer precies op de twee middelste steken. We steken weer in de eerste in. En door de lus van de hele tegel erboven. Vervolgens pakken we de volgende hele tegel. We steken in het tweede stokje, wat het eerste stokje van de volgende helft is. Steken we weer in. We steken in de lus die we er speciaal voor gehaakt hebben op de hele tegel. Haken de boel weer aan elkaar en gaan weer 11 steken naar beneden haken. Eén, twee, drie.
En ik ben weer aan de laatste. En het komt weer precies goed uit. Dan gaan we weer in deze grote lus van dit tegeltje insteken. In de achterste lus van het eerste van deze twee stokjes. Dan gaan we in het volgende tegeltje ook weer in de grote lus insteken. En dan gaan we weer in de tweede steek, wat de eerste steek van de tweede helft is. Gaan we weer 11 steken omhoog haken. Even goed kijken dat je de eerste steek niet mist. Dat is de afhechtsteek. Die wil nog wel eens vergeten worden. 1, 2, 3. Moet dan zelf ook in de goede steek insteken. 3. Oké. En dan gaan we weer 11 steken omhoog haken. Aan de overkant kunnen we gewoon de volgende steek pakken. En de laatste. En we zijn weer in het midden, alsof het zo bedoeld is. We steken weer in de eerste van de twee stokjes, in de eindlus van de hele tegel. En omdat we nu voor deze toer alle hele tegels hebben gehad, pak ik nu de halve tegel. Steken we in de volgende steek de tweede wat van de twee stokjes, wat dan weer de eerste is van de tweede helft. En in de grote lus van het halve tegeltje. En die haken we weer aan elkaar. En vervolgens gaan we weer de volgende 11 steken haken. En dan houden we op het eind weer één stokje over. En die zetten we weer vast in de grote lus van de hele tegel. Maar ik moet eerst nog even een klein stukje doorhaken. Zo. En dan hebben we alleen nog de grote lus. Steken we weer in. En dan steken we hier in de tweede losse. Het achterste lusje. En halen de draad weer door alles op de naald. Dan zijn we aan het eind van deze toer. We knippen de draad weer af
trekken de lus door. En dan is de volgende toer klaar. Kijk, het begin en het eind is belangrijk. En verder, ja, dit deel, dat kan zo lang worden als jij wil. En hier zie je mooi dat de lijn vloeiend doorloopt. Op de punten waar de vier tegeltjes samenkomen. Nou, haak rustig verder. De volgende toer komt in het volgende filmpje. En dan zijn we bijna zover dat we de laatste rand eraan kunnen maken. Dus er komen nog twee filmpjes over het in elkaar zetten. En daarna gaan we er een mooie sierrand aan haken. Tot het volgende filmpje.